klanten investeren altijd in waar jij je in gaat specialiseren. Het is nog niet waar je nu bent. En waarin ik jullie wil uitdagen, is om een eigen aanbod in de markt te gaan zetten. Om nog grotere transformatiestappen te gaan maken. Om slimmer te gaan werken en niet harder. Dus jullie werken nu uurtje factuurtje vaak. Nou, je eigen aanbod. Dat je naast je pakketten, naast je losse uren, hè, als ondernemer werk je dus eigenlijk uurtje factuurtje. Maar dat je naast datgene nog een eigen aanbod in de markt gaat zetten. En waarom? Een eigen aanbod gaat zorgen voor dat je aantrekkelijker wordt voor klanten. Doordat je focust op de waarde die je levert in plaats van je uren. De waarde. Daar draait het om. Klanten willen waarde. Dat je ook geen gezeur gaat krijgen over je tarieven. Omdat je één vaste prijs vraagt. Dit is het. Als je met mij gaat werken, is dit het resultaat. Dit is mijn aanbod en dit is mijn prijs. En het product is makkelijker te verkopen dan losse uren. Omdat ze weten waarmee ze, waarvoor ze ja zeggen. Het resultaat is helder, de waarde is ook helder.